kies een gin, kies een tonic en kies garnituur en ik zal jullie bijsturen waar het moet. Oké. Ik ga volledig losgaan. Oké, goed. En we gaan een micro geven aan Thomas. Je mag een beetje commentaar geven. Goed, ik weet niet waar we gaan uitkomen. Oké, kies een gin. We hebben verschillende soorten gins. Een raar soort milkshake. De W is een hoppige gin. Dan hebben we de Six Moments. Dat is de gin van Zornik, de roze. Jij hebt de Filiers. Die is redelijk citrus. Die is heel, heel citrus. Je mag gewoon... Hoeveel kaps je daarin? Ah, wel gewoon een healthy measure, zeggen ze. Voilà, dat is healthy genoeg. Ja, wacht, ik ga deze proberen. Ja, en dat is de wildere W gin. Die is redelijk moutig. Oké. En nu kiezen we een tonic. Zeker, we hebben vier verschillende tonics. Is er een maatbeker ergens? Dit is een light tonic. Niks maatbeker, kap gewoon. Mag gewoon van de teut drinken ook, mag dat? Hier. Voilà. Ik ga voor Indian tonic light. Water, naturally light. Lower in calories, heel belangrijk voilà, voor voetballers. Kijk eens aan. Ik ga voor de zwart-geel-rood toetsen. Ja. Ik heb hier echt een klets gin ingegooid, volgens mij met een dubbele portie of zo. En ik ga voor wat zwart, wat rood en... Oh, wat is dit? Lijkt dat van zijn een taart. Gedroogde rode bessen. Oké, ik denk tangerine, dat is zo wat zuurig. Dus ik denk... Ja, zeker, zeker. Die gaat er zeker bij. Voilà. Okay. Mag je mag er gewoon in doen, dan blijft de smaak ook echt in de gin tonic hangen. Ja, en dat ik is een van alles. Dat is een appelkers. Of... Okay. Ik ben een soort van fruitsla aan het maken. Kijk eens aan, kijk eens aan. Heel mooi. Voilà. Aha. Oh, wacht. Ik heb een klein probleempje. Er zit nog geen tonic bij mij. Is dat een probleem of is dat ook een stijl van... Hier is de opener. Oké, goed. We gaan hem toch nog even openen. Kijk eens aan, lekker zoet. En dan mag je... Ja, je mag proeven, hè, Thomas. Het is amai, aan jou. Amai. Ik heb hem nog afgewerkt met wat honing en van al. Ik ben blij dat ik ook eens mag proeven. En? Ja, is lekker. Is heel zoet. Oké, zoet. Oké, nu gaat de mijne eraan. Thomas gaat proeven. Hij is de kenner. Geen idee, man. Stinkt een beetje. Die is veel krachtiger. Ja! Wow. Krachtiger is daarom nog niet beter, hè? Ja, het is de Lukaku power. Kijk naar alles. Aroma, de garnituur, de smaken. Ik moet toch voor haar kiezen. Oh, hey! Duizend goede redenen om te luisteren.